landen af op zoek naar Romeinse sporen. Het boek van César, de Bello Gallico, dat we kennen uit onze schooltijd, bleef hierbij onze inspiratiebron. Terloops, het woord César is eigenlijk een Moors woord en betekent in feite olifant. Het werd aan diens familie gegeven, mogelijk omdat hij een olifant had gedood, of omdat hij in bewondering stond voor Hannibal, of omdat zijn legioen in de slag van Tapsus in 46 voor Christus weerstond aan een aanval met olifant. Dat is Wikipedia, hè, jongens, Wikipedia. Wat er ook van zij, César liet ons niet meer los. Nog de erweg in onze achtertuin. We konden niet naast kijken. De rechte lijn tussen de gekende Romeinse sites als daar zijn, Velzee en Assen, loopt langs een Sint-Lievezoutum en laat nu ook juist deze weg in Kottum Oude Eerweg noemen. In de jaren 80 hoorden we dat een deel van deze eerweg verhard zou worden, wat intussen is gebeurd. Dat was het teken van Dartos om een kleine opgraving al daaruit te voeren, zonder merkwaardige Romeinse vondsten nog aanduidingen te hebben voortgebracht. Was dit dan wel een Romeinse heirbaan? Bij Mark Rogge, voormalig directeur van het toenmalig archeologisch museum in Velzeke, lezen we over een strategische verkeersas die de kanaalkust met het Rijngebied verbond. Deze weg liep tussen Boulogne en Wervik en leidde vandaar in oostelijke richting naar Kortrijk, Velzeke, Assen, Elewijd, Tienen en Tongeren, waar hij aansloot bij de weg Bavé-Keulen. Dit zou dan onze Kottumweg kunnen zijn, vraagt hij. Maar Kroge gaat verder en stelt dat in tegenstelling tot de kronkelende paden uit de ijzertijd en de feodalen uit de middeleeuwen, deze Romeinse wegen doorgaans een rechtlijnig verloop hebben. Die rechtlijnigheid dient volgens hem evenwel niet al te strikt te worden genomen. Wanneer men een Romeins wegtracé over een grote afstand nauwkeurig bekijkt, stelt men vast, volgens hem, een opeenvolging van rechtlijnige stukken die onderling licht van elkaar afwijken. En ja, ook dit lijkt ons nog altijd toepasselijk op onze naam Neerweg. Maar laten we ons echter niet vergissen dat een straatnaam het bestanddeel Heer of Heer bevat, betekent niet noodzakelijk dat hun oorsprong teruggaat tot Romeinse tijd. En daarom vond inkunde het nodig om elk misverstand uit de weg te ruimen en twee specialisten op te voeren die er meer wil over weten. We geven dan ook graag het woord voor een boeiende PowerPoint-presentatie aan professioneel archeoloog Peter van der Plaatsen en semi-archeoloog en gids Luc Beekmans, twee gedreven medewerkers van het Archeocentrum in Velzeke die er hun sporen hebben verdiend. Ik geef het woord aan Peter van der Plaatsen en Luc Beekmans. Ook van ons een goeiemorgen. En toeval of niet, we hebben niet afgesproken in Jas, maar mijn verhaal begint ook in de jaren 70. Maar een jaartje vroeger, 1976, en dat is het moment waar ik voor de eerste keer Luc heb ontmoet. Dat was in Deinze, en hoe kan het ook anders op café natuurlijk. Luc was op dat moment al een gevestigde waarde binnen het archeologisch streekonderzoek van Vlaanderen, meer het noorden van de provincie. En ik overwoog op dat moment van archeoloog te worden. Nu, uit diezelfde periode herinner ik mij de gevleugelde woorden van professor Van Doorslaren, een van mijn professoren aan de universiteit, toen hij werd gevraagd naar de rol van de amateurarcheologie binnen de archeologie. En hij antwoordde nogal ontwijkend en heel diplomatisch: je hebt goede beroepsarcheologen, je hebt slechte beroepsarcheologen, je hebt goede amateurs en je hebt slechte amateurs. En wel, een van die beste amateurs die staat hier naast mij. En ik ga het woord amateur gewoon laten wegvallen, want ondanks dat ik mij beroepsarcheoloog kan noemen, kent die jonge man hier veel meer over de streek en veel meer over de archeologie
van dit gebied dan ikzelf en vele anderen die zich op de borst kloppen als beroepsarcheologen. We kunnen samen ook een boek schrijven over wat we allemaal meegemaakt hebben en ook van de vreemde vogels die we in de loop van onze carrière, en dat is toch al een paar tientallen jaren, hebben ontmoet. En een van de zaken die ik mij herinner toen ik begon te werken in het Museum van Velzeke, dat was een lokale man, onze Hubert, die bij ons op het museum kwam en die zei van ik ken een waterput in mijn hof. Ik zei ja, juist Hubert, drink nog een pintje, we gaan er een keer over babbelen. Maar Hubert bleef aandringen en hij bleef maanden aan een stuk onze instelling platlopen. Totdat we op een bepaald moment zeiden, oké, we gaan een keer een schub in de grond steken. We zullen nu een keer bewijzen dat je geen waterput in je hof hebt. Het toeval wou natuurlijk, daar zat een waterput. En de rest van 1988 heb ik doorgebracht met de opgraving van de beruchte waterput van Velzeke. En een heel vergelijkbare kruistocht die startte een paar maanden geleden met Injas, die ook ons museum bezocht. We mogen al niet meer museum zeggen, maar daarover straks meer. En die ook aandrong, hey, we hebben een Romeinse weg op ons gebied en we moeten dat eens bekijken. En zijn doorzettingsvermogen heeft ervoor gezorgd dat Luc en ik hier stonden. Want ik denk, als ik het een beetje hoor, dat u jaren aan een stuk iedere archeoloog uit de streek en verre daarbuiten hebt aangesproken om hen te verleiden om een verhaal te doen over de zogezegde Romeinse weg van Sint-Yves-Houten. We willen vooraf duidelijk zijn, namelijk de heirweg van Sint-Yves-Houten maakt maar een klein stukje uit van dat grote tracé Boulogne-Keulen. En na vanant maakt dat ook maar een klein stukje uit van ons verhaal. En we houden dat ook nog eens voor het laatste, om de heel eenvoudige reden dat het niet netjes staat om half elf al te beginnen aperitieven. Dus we gaan de suspense een beetje opbouwen en we brengen het brede verhaal van de Romeinse wegen met alle aspecten over de verovering, de rol van die wegen binnen de verovering, de economie, maar ook het verspreiden van de half-Romeinse beschaving. En ieder aspect die we bespreken brengt ons letterlijk en figuurlijk een stapje dichter bij de oude heirbaan en Sint-Yves-Houten. En we houden ons besluit, zoals gezegd, voor het einde. Ik laat nu het verhaal over aan Luc. Heren van de 21 kringen van Houten, dames en heren, beste vrienden, beste fans. Welkom allemaal op mijn beurt op deze repetitielezing. En voor vandaag hebben wij een aantal punten voor u klaargestoken. Met name hebben we een woord willen vertellen over de Romeinse verovering van Gallië en over de ontwikkeling van het Romeinse wegennet. Daarna spreken we even de weg van Bavijn naar Velzeke en uiteraard het site van Velzeke zelf. En als we daar toch zijn, kunnen we even goed een woordje vertellen over het archeocentrum van vandaag. En dan nemen we de weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen. En hopelijk komen we op die weg dan ook de oude heirweg in Sint-Yves-Houten tegen. Dat is zo ongeveer het programma voor vandaag. Indien u daarmee akkoord kan gaan, zou ik zeggen, zet u rustig in deze mooie blauwe zetels van het cultureel centrum. En vanaf nu tot aan het aperitief doen wij het werk. Voilà. Als we over de Romeinse verovering van Gallië spreken, dames en heren, is er uiteraard één persoon die daar uitspringt, namelijk Gaius Julius Caesar. En het beeld dat we hier zien is misschien vertrouwd in uw ogen, want het is een beeld dat staat op het Romeins plein in Velzeke. Het is er gezet in 1998 en werd er gemaakt op vraag van het Vergeten Legioen. Het Vergeten Legioen is een groepering in Zottegem dat de Caesarfeesten die om de 25 jaar in Velzeke doorgaan ondersteunt. Inderdaad, het is een beeld dat door veel Velzekenaren en ook door veel bezoekers met rare ogen wordt bekeken. Want waarom een beeld van keizer, de veroveraar, die verantwoordelijk gesteld wordt voor de dood van honderden duizenden Galliërs en verantwoordelijk wordt gesteld voor het transport van evenveel mensen en waarom zo een beeld in Velzeken? Wel een beetje raar te noemen. Het Vergeten Legioen legt het anders uit en die zeggen het is in feite een hommage aan de Caesarfeesten. Ook goed, hè. Nu, het is een hartstikke gezegd,
Wij mogen nog van geluk spreken dat er in Velzicke maar één beeld van zo'n figuur staat, want bijna hadden we een tweede te pakken, hè? Namelijk een beeld van Jan de Lichte. Zoals u weet is Jan de Lichte in de 18e eeuw in Velzicke geboren en als hommage aan Louis Paul Boon wou men dus ook een beeld van Jan de Lichte maken. Maar in Aalst moest men daar niet van weten en daarom bracht men het beeld naar Velzicke. En in Velzicke zei men dat men met één moordenaar op het Romeinsplein al meer dan genoeg had. En het is weggebleven. Hè? Goed. Wanneer we nu spreken over de Romeinse verovering zelf, dan weten we dat tussen 58 en 51 voor Christus keizer met zijn troepen Gallië heeft binnengevallen. Hè? En volgens Caesar, volgens keizer moet ik eigenlijk zeggen vandaag, is dat eigenlijk eerder een defensieve en preventieve actie geweest. He, waarom? Omdat in het verleden al verschillende Gallische stammen problemen hebben gehad met de Romeinen. En dat was eigenlijk de manier, he, de aanval was de beste verdediging, vond hij, was dat eigenlijk de manier om Gallië binnen te vallen. Op die manier kon hij ook de Rijn, die als limes fungeerde, vastzetten. Dat is wat keizer ervan dacht. He. Huidige historici zijn eigenlijk eerder van ideeën dat die inval in Gallië bedoeld waren om de politieke carrière van keizer te stimuleren en ook om zijn enorme schulden af te betalen. Die veldtocht, Gallië, die is door Julius Keizer ook beschreven in zijn kenboek dat in Jas al is vernoemd, Commentarii de Bello Gallico, waarin hij minutieus elke slag gaat noteren en als een soort chroniek naar voren brengt. Vooral de slagen die hij heeft gewonnen dan. Dat is een zeer belangrijk iets, want daarmee, met dat boek in de hand, bij manier van spreken, trok hij naar Rome en daar liet hij zien hoe belangrijk hij wel was geweest voor die verovering. Hij heeft dat boek eigenlijk gebruikt als zuivere propaganda voor zijn eigen persoon. Zou we zelfs kunnen zeggen, moest dat boek een paar weken geleden op de markt zijn gebracht, dat het een prachtige verkiezingspropaganda zou geweest zijn. Goed, die Gallische oorlog, die bestond in feite uit een aantal veldtochten in het huidige Gallië. En hoe een zeer gekend schilderij van Lionel de Royer uit 1899, waar eigenlijk waar keizer komt staan, gezeten op zijn troon, en hiervoor komt Vercingetorix aangereden op zijn wit paard en gooit zijn wapens aan de voeten van keizer. Nogal tamelijk chauvinistisch getint vonden wij in Velzicke dat schilderij, want beste mensen uit Houten, wanneer wij Vercingetorix waren en we konden op ons wit paard met het zwaard in de hand tot voor keizer verschijnen, wat zouden we hebben gedaan? En voilà, voilà, het zijn allemaal goede nerveus. We hebben dat een klein beetje anders maken, een schilderij waar ook opnieuw keizer op zijn troon zit, maar hiervoor zit eigenlijk, ja, Botti Hoognat. De koning van de Nervi. Wij waren toen Nervi. Hè? En, excuseer dames, maar totaal naakt kruipt hij voor keizer, bont en blauw geklopt. Hij kruipt op handen en voeten en geeft zijn torquis aan keizer ten teken van zijn nederlaag. Zo zouden we dat schilderij toch wel een klein beetje beter kunnen situeren, vind ik. Hè? Was ik niet? Meneer. In de eerste jaren van de verovering. Wel, de eerste jaren van de verovering van Julius Caesar, daarover weten we in Gallië niks. Helemaal niks. Waarschijnlijk zat het zo dat de definitieve kolonisatie en de pacificatie van Noord-Gallië pas heel laat op gang is gekomen. Onder de periode van Augustus zelfs. En volgens onze vriend professor Toen zijn er in feite in die periode, tussen 51 en laten we zeggen in 15 voor Christus, eigenlijk bijna geen Romeinen in onze streek aanwezig geweest. Die treffen we eigenlijk pas later aan. Kennen we eigenlijk het Romeinse wegennet vandaag? Of het Romeinse wegennet is in onze streek pas aangelegd onder Augustus, heb ik er juist verteld, en meer bepaald onder het bestuur van de gouverneur van Gallië, Marcus Agrippa. En die uitbouw is duidelijk afgesteld op de pacificatie van Noord-Gallië en op de verovering van Groot-Brittannië en van Germanië. Er waren eigenlijk drie reeksen van wegen aanwezig. Een eerste reeks die eigenlijk georiënteerd waren
op het oosten, die naar de Rijn toe gaan, een tweede die eigenlijk naar de Noordzee toe trekken, en dan een derde weg die kwam van Rijns over Bavijn via Blikkie naar Velzeke, een middenweg, en het is vooral die weg die voor ons van groot belang gaat zijn, naast ook een andere weg die hier loopt van Bologna naar Atuotica, Tontorum, Tongeren, naar Keulen toe. Laat ons duidelijk zijn, het Romeinse wegennet werd aangelegd met militaire redenen. Het was de bedoeling om troepentransport mogelijk te maken en Caesar, maar vooral zijn opvolgers, hebben vriend en vijand vaak verrast door die snelle troepenbewegingen. Men had in die periode geen last van waardevolle natuurgebieden of belangrijke agglomeraties en de Romeinen, zowel de troepen als de wegen, hingen mooi rechtuit met maar één doel voor zich, namelijk de verovering en later de pacificatie. En zoals gezegd, in verband met de organisatie van onze gebieden, en dat is wat ons gebied betreft eerder onder Augustus, of is onder Augustus en niet onder Caesar, wordt het gebied opgedeeld in provincie. En de voor ons belangrijke provincie is de Civitas Nerviorum, de plaats waar de Nerviërs. Ik wil wel duidelijk stellen dat deze stamindeling niets te maken heeft met de stamindeling die er heerste in de ijzertijd. Het is een vaak artificiële samenstelling van namen en stammen en samenvoeging van bevolkingselementen. Want Caesar, naast een volkenmoordenaar, was iemand die heel wat deportaties op zijn geweten had en op die manier ook streken veilig maakte, tussen aanhalingstekens, door bevolkingsgroepen gewoon te herverplaatsen. Dus volgens ons een artificiële indeling. En de hoofdplaats, zoals vermeld, was Bavay. En in Bavay, daar hadden ze, ik was er gisteren nog, en ondanks dat het nu eigenlijk herleid is tot een puinenveld, blijft het een heel indrukwekkende plaats. En Rome moet daar een beetje een klein Rome neergepoot hebben. En vooral een teken van zijn macht en zijn kunnen. Om op die manier indruk te maken op de veroverde volkeren. En zij poten daar niet alleen een gigantisch forum neer. Steenbouw was sowieso al ongebruikelijk in onze gebieden. Maar ook een stenen tempel, wat ook al ongebruikelijk was. En Bavay wordt dus een enorm belangrijk centrum. En het moet zo'n beetje de uitstraling geweest van, kijk, dit is Rome, dit kunnen we, lokale bevolking, Oudeldermaar koest, u hoeft niet te veel in opstand te komen. Wij drukken wel dat de kop in. Dat verhaal van Bavay als hoofdplaats wordt verteld in het archeologisch museum, Le Forum de Bavay. Het is een beetje reclame, maar ik ga er ook met een fris boogje doorheen, om de hele eenvoudige reden dat wij jullie uiteraard uitnodigen om deze site te bezoeken en daar te plaatsen te bekijken. Om het wegennet te bestuderen is er een belangrijke manier, namelijk de lucht ingaan. En dat deed ook Rudolf Stark, een piloot die in 1918 over het front fladderde aldaar. En hij schrijft in zijn dagboek dat hij inderdaad, dat zij, de piloten dus, Romeinse wegen gebruikten om zich te oriënteren op het front. Ze waren rechtlijnig, gemakkelijk terug te vinden en u mag niet vergeten, op dat moment had men nog geen kompas in de vliegtuigen, dus de enige manier om zich te oriënteren was visueel. En een paar maand voor het einde van de oorlog, een maand voor het einde, schrijft hij het volgende. Bavay ligt voor ons als een machtige ster. 9 rechte wegen ontmoeten elkaar hier en maken van de stad een onmiskenbaar herkenningspunt. Romeinse wegen als herkenningspunt. En een paar dagen voor het einde van de oorlog schrijft hij nog verder. Ik zie de stad en zijn vele wegen liggen onder mij als het spin in zijn web. Heel mooie omschrijving. En het is de weg naar het noorden die ons interesseert en die het onderwerp uitmaakte van een Interreg-project Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, waarbij de bedoeling was om die weg terug te ontsluiten naar gemotoriseerd, maar ook vooral niet gemotoriseerd vervoer, fietsers en wandelaars.
Hier ziet u het begin van de stoet. Wij hadden keizer Aurelianus hemzelf uitgenodigd om de weg van Bavay helemaal naar Velzeke af te leggen. Het resultaat was een kaart, een kaartenboek enzovoort. En het belangrijkste dat wij daaruit onthouden hebben, is dat ongeveer 80% van die weg nog bewaard is in het huidige wegennet. En het is daarbij ook niet onopvallend dat het precies in Vlaanderen is dat we die oorspronkelijke weg weg zijn. Het gevolg van post-Romeinse infrastructuurwerken die vooral een hoogtepunt gekend hebben in de 20e eeuw en vandaag nog altijd verder gaan. Maar wij zijn letterlijk het noorden kwijt van onze weg. Maar we keren terug om de weg grondiger te bekijken, vertrekkend vanuit Bavay. En ongetwijfeld stond ergens in Bavay wat wij een millenarium noemen. Dat is een, best te vergelijken met een verkeersbord van tegenwoordig richting Gent, richting Kortrijk, richting Lonsse. Wij vinden daar niet... Oei, dat is de verkeerde. Wij vinden daarop niet alleen de bestemmingen, maar wij vinden daarop ook de afstandsmaten. Dus zoveel mijl in die richting komt u in Tongeren aan, zoveel mijl in die richting komt u dus en daar aan. Het is ook opvallend hierbij eventjes erop te wijzen dat bepaalde van die borden eigenlijk niet de Romeinse mijl gebruikten, maar de keizer hemzelf, de keizer die de weg had aangelegd of onderhouden. Dus veel tekst stond daarop en weinig informatie. Wij hebben die mijlpalen vervangen door moderne mijlpalen en ik heb zo vernomen dat dat hier in de buurt ook de bedoeling is om de mijlpaal terug op de weg te plaatsen. De mijlpalen die je tussen Bavay en Velzeke aantreft, geven duiding en uitleg over het verloop van de wegen en allerlei aspecten rond de aanleg van Romeinse wegen. Voilà, we zijn vertrokken vanuit Bavay en een kleine 15 kilometer ten noorden van Bavay vinden we de eerste tussenstop, namelijk Pommerui. En de weg maakt zelfs een lichte boog in die richting, om de heel eenvoudige reden dat Pommerui een heel belangrijke havenplaats was en in die havenplaatsen gebeurde de overslag van goederen van het landverkeer naar het waterverkeer. Er werden een paar van dergelijke gigantische vrachtschepen aangetroffen, ik spreek terug van de jaren 70, en het origineel van een van die platbodems, meer dan 20 meter lang, wordt bewaard in het museum van Ath. Ook al eens een plaats die bezoeken waard is. En er werden naast deze samengestelde schepen ook de klassieke boomstamkano's gevonden. Van een dergelijke platbodem is er een varend exemplaar in Aubuchy aanwezig, waar we straks ook nog op bezoek komen. En het belangrijkste is wel dat die overslaghavens, in dit geval op de Heine, dat die geen unicum zijn, integendeel. Het landwegennet sloot heel nauw aan op het waterwegennet en dat is niet toevallig. En we vinden dat ook in het noorden. We vinden die ook in het noorden, dus dit is de weg komende van Bavay, daar gaan we straks nog over wandelen. Maar vanuit Velzeke vinden we ook wegen die aansluiten hier in dit geval Welden en Waarnaarden. Dit waren plaatsen waar er een nauw verband was tussen het waterverkeer en het landverkeer. Wat is het voordeel van het waterverkeer, en dat is vandaag nog altijd zo, is de gigantische tonnenmaat die men op die schepen kreeg, veel meer dan op de karrenvrachten. Was het dan mogelijk om via een uitstapje, via het estuarium van de Schelde, een korte uitstap langs de kust, de monding van de Rijn te bereiken? En het is inderdaad een heel belangrijke vondst die een paar jaren geleden gedaan is. Een van die platbodems die in Nederland in Woerden is opgegraven, daar heeft men in de bodem in het vrachtruim onkruidgewassen gevonden die enkel voorkomen in de Vlaamse Ardennen. En het is een bewijs dat vanuit het landbouwgebied de Vlaamse Ardennen de Rijnlegers, onder andere de Rijnlegers, werden bevoorraad. En dat toont aan dat er een heel belangrijk verband was tussen landwegen en waterwegen. Maar we gaan terug met de voetjes op de droge komen. En we komen op de eerste belangrijke figuur tegen op ongeveer 30, 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bavay. Dat is Aubuchy.
Aubusier moet in de Romeinse tijd een heel belangrijke plaats geweest zijn en vele pelgrims aangetrokken hebben, want het was een heel belangrijk religieus centrum. Met een tempel van het inheemse type, het vierkante type, maar met daar rond een portico en een halfcirkelvormig rondgang. De site van Aubusier is archeologisch heel goed bekend, want Léonce de Marais is daar beginnen graven in de jaren 60-70. En daar zijn niet alleen een gigantisch tempelterrein aan het licht gekomen, daar is ook een theater aan het licht gekomen, wat wijst op het belang van de site zelf. Maar heden ten dage is Aubusier een archeosite waar allerhande gebouwen uit de prehistorie en de Romeinse periode werden nagebouwd en meer dan het bezoeken waard. Hier ziet u een reconstructie van halve Romeinse tempel, het vierkante type, typisch voor onze streken, en een deel van de portico die herbouwd is. En in die portico zit er een heel interessant museum over religie in de prehistorie en de Romeinse periode. En met dit laatste sfeerbeeld verlaten we Aubusier richting Vlaanderen. Hier, Chaussée de Bruno. En dit is een heel belangrijk toponiem, want in driekwart van de gevallen, of zelfs meer, wanneer je het toponiem Chaussée de Bruno tegenkomt, dan heb je effectief te maken met een Romeinse weg. Het is in Wallonië, noorden van Frankrijk, een heel erg betrouwbaar toponiem. Een tweede aspect waar ik toch wel in de praktijk eens wil op wijzen, is de rechtlijnigheid van dat wegennet. We zitten hier te de hoogte van het containerpark van Flobecq en u ziet, het moderne wegennet wijkt af, eventjes, van het Romeinse wegennet, maar als je goed kijkt, zie je gewoon die weg mooi rechtlijnig doorlopen. En dit is een heel belangrijk element in het onderzoek van Romeinse wegen, is gewoon gaan kijken ter plekke en die rechtlijnige stukken opsporen, samen met kaartmateriaal, maar daarover straks meer. Flobecq was net als Pommerij wat wij noemen een tussenstop. Een goede wandeling van 15, 20 kilometer, waar men kon een boterhammeken eten, een schelleken esp, en eventueel beslissen om het voor de dag voorzien te houden en ter plaatse te overnachten. Maar wij gaan onze stapschoenen terug aantrekken en dapper verder naar het noorden vertrekken, zonder na te laten te vertellen dat Flobecq ook in de Romeinse periode redelijk belangrijk moet geweest zijn, want deze standaard werd daar ter plaatse opgegraven. Maar veel meer onderzoek is er in Flobecq niet gebeurd, dus het is eigenlijk archeologisch nog een vrij onbekende plaats, maar voor wat wij eruit onthouden, een tweede tussenstop op weg naar het noorden. En zo komen we Vlaanderen binnen. Ik ga nog eens zien, Mark Rogge, hier ook al vernoemd voor ons museum ontworpen, heeft altijd zo vreemd gevonden, die witte vlek. Dat is gelijk dat Wallonië een onontgonnen gebied is. Dat doet mij bijzien aan de 19e eeuwse kaarten van Afrika met onontdekte gebieden. Wij weten natuurlijk dat Wallonië absoluut geen onontdekt gebied is. Maar waarom heb ik de foto erin gestoken? Namelijk, wij mogen niet vergeten dat we half de tijd door een leemstreek gewandeld hebben. En die leemstreek die gaat ongeveer doorlopen tot eventjes ten noorden van Velzeke. Verder ten noorden zitten we in de zandstreek. En die leemstreek is geologisch zeer belangrijk. Het is een heel brede strook die loopt van de kust tot aan de Rijnstreek en door de Romeinen herkend werd als een verschrikkelijk belangrijk landbouwgebied. De Romeinen, ik herhaal het nog eens, die kwamen niet naar onze streken voor de schone ogen van onze lokale bevolking en de vrouwen hier te landen. Nee, zij kwamen om eruit te halen wat er uit te halen was. Provincia betekent letterlijk wingewest. Wat was er uit onze streken te halen? Landbouwproducten. En op deze kaart, opnieuw samengesteld door Mark Rogge, zien we in het zuiden van Oost-Vlaanderen niet minder dan een kleine 200 villabedrijven die hier al in kaart gebracht zijn. Dezelfde densiteit van villabedrijven vinden we evengoed in Wallonië en ook in de streek rond Keulen. Nu, die productie die oversteeg heel duidelijk de lokale behoeften. Dit was geen landbouwexploitatie die bedoeld was voor de lokale behoeften te zien. Dit was puur exportgericht.
En u begrijpt dat die wegen daarin een heel belangrijke rol vervulden om die landbouwproducten op de markt te krijgen. Veldzeker, aubergine, zeker Bavay, waren lokale marktplaatsen waar graan en andere landbouwproducten werden opgeslagen en vandaar verdeeld over het wegennet. We zitten in Brakel. En opnieuw hetzelfde aspect, we wijken af van het moderne wegennet. Maar zelfs in de veldwegels is die Romeinse weg perfect bewaard en we zien hem hier mooi rechtendoor lopen. Brakel is voor twee andere aspecten heel belangrijk en ik bedoel dan wegenbouwkundig. Het is de enige plaats waar delen van het Romeinse weg aan de oppervlakte gekomen zijn. En in dit verband wil ik wel eens wijzen op het feit, die steentjes gaan we straks nog tegenkomen. Wil ik wijzen op het feit dat er één typisch kenmerk is aan een Romeinse weg, dat is namelijk zijn opbouw. Als we twijfels zouden hebben, is nu een Romeinse, een middeleeuwse, een prehistorische of een 18e eeuwse weg, trek er een koepen door en u zal een Romeinse weg herkennen door de opbouw in verschillende lagen. Die opbouw in verschillende lagen die bestond uit lokaal gewonnen materiaal, grof, fijner, keitjes, wat men maar kon vinden. En die werden in verschillende lagen opgebouwd. En meestal zelfs met afwateringskreppels, als je zoiets vindt, dan is er geen discussie mogelijk. We hebben een Romeinse weg. Ik wil ook nog eens een belangrijke mythe de kop indrukken. Die Romeinse wegen waren niet geplaveid. Dat is iets wat ons blijft achtervolgen, maar plaveien, kasseien of gelijk wat, die kan men in uitzonderlijke omstandigheden tegenkomen, bijvoorbeeld in steden of belangrijke agglomeraties. Maar de wegen die door de velden liepen, waren over het algemeen, hadden een toplaag van een grof grind met als enorm voordeel dat daarin de karrewielen niet gaan dansen over de kasseien, maar lichtjes geamortiseerd worden en op die manier het transport iets comfortabeler maken. En het tweede aspect in Brakel, je kunt er niet naast kijken, maar over een toponiem gesproken, het zou altijd zo gemakkelijk moeten zijn. Maar inderdaad, in Brakel noemt de Romeinse weg, gewoon de Romeinse weg, veel duidelijker kunnen we niet zijn. En het is ook in Brakel dat we het laatste stukje van de Romeinse weg tegenkomen. Hier loopt hij eventjes verder, gaat hij een wandelpad en we kunnen hem tot ginder net boven die huizen nog eventjes volgen. En dan is de Fucci. En u ziet in detail van de kaart, het moderne wegennet gaat slingerend naar Vuilzeken. De Romeinse weg moet rechtendoor gelopen hebben. Er is nog maar in hals die jaren van het onderzoek, en dat we daarover praten, nog maar één koepen gebeurd op die weg. En dan is dat ook nog in de jaren 70. Maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, we weten nog altijd niet waar de weg Bavay Vuilzeken precies binnen Luc